Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we als eerste naar de supermarkt en daarna gaan we naar het strand. Dus ik zou zeggen, let's go! Het is 10 uur of zo, 's ochtends, en het is nu al 26 graden of zo. Dus het wordt een warme dag. En we zijn nu bij de Eurospar of zo. Ik weet niet waarom een euro voor staat. Bij ons is het gewoon de Spar. Oh, we moeten hierheen. En ja, we gaan heel veel halen. We zijn al even in de winkel. We moeten kijken wat we allemaal hebben. Een meloen. En allemaal sla en alles, en vlees en allemaal pasta en saus en zo. Dus ja, het wordt helemaal mooi. Deze hele rij kunnen we voorbij lopen. Oh nee, misschien net niet. Nee, de helft van de rij kunnen we voorbij lopen. Want het is alleen maar kattenvoeier, konijnenvoeier en babydoekjes. Voor de belletjes wel, en luiers. Maar hier Leo koekjes en zo en slappen. Koornerij, wasmiddel hebben we ook niet nodig. Dit is onze afdeling, hier moeten we wel van alles halen. Frisdrank en bier. Hey. Hebben jullie dat ook? Dan sta je in de supermarkt en dan wil je iets hebben. Maar er is er zoveel keus dat je gewoon niet meer ziet wat je wou hebben ofzo. Dat is gewoon, eigenlijk is dat zeg maar gewoon wat hier allemaal staat. Dat is gewoon niet gezond, hè. Kijk, dit is gewoon... Nooi. Ja, dat gaat echt fucking lang door. Dat is even heel triest. We gaan de winkel verlaten. Dus we gaan naar de kassa. We zijn er al. Ik heb nog wat gevonden. Soepstengels. Mensen, wij zijn terug van het winkelen, van het boodschappen doen. We gaan nu naar het strand, lekker zwemmen. Dus ik zou zeggen, let's go! Ik ben al 3 keer van die kussen geflikkerd zonder dat ik erop ben gekomen, what the fuck. Kut ding. Er ligt iemand op. Ja, maar die gaat eraf. Ja, die flikt eraf. Hij springt er net. Jongens, spring gewoon, gek. Oh, ik lag bijna, hè. Maar Timo sprong niet op tijd. Hij ging eraf. Het is ondertussen al 8 uur of zo. En we gaan even kijken op het strand en we gaan een stukje lopen. Dus ja, we gaan het wel zien wat er allemaal te beleven valt. Yo mensen, we zijn aan het lopen. Ondertussen zijn we Pokémon Go aan het spelen, geen idee waarom. Het is gewoon leuk. Ik speel dat nooit. Alleen op vakantie. En we lopen langs de zee trouwens. Dus dat is best mooi. We zijn bij de pier. Alleen hij staat nog... het is nog niet echt, zeg maar, app genoeg. Wat is er? Ja, krabjes! Dit is echt heel groot. Of groot. Kleintjes. Echt wel. Ik zal hem even in het water doen, let op. Ja. Dit is die krab. Ah, kom op Timo! Ah Timo, je gaat echt niet meer weg. Ik kan er niet zo wachten. Kom nou Timo! Nou jongens, dit is heel leuk. Timo vs krabben. Kom dan maar. Kijk hier dan, hier loopt Timo. Ja, hier ook. Ja. Hij is heel flauw. Nee! Timo vs krabben. Maar die weet nog niks. Oh! Ja hoor, hij is er. Hij is er hoor, duurde even. Ja. We zijn aan het eind van de pier. Nu zitten blijkbaar fucking grote krabben of zo. Nee, zo zit er ook eentje. Maar... daar staat hij weer, onze krabbenheld. Nu Timo, kom je morgen wel ophalen als het helemaal app is. Ja? Ja, dit kan zeker nog wel even duren. Ik heb gewoon ingezoomd nou. Doe dan maar. Hé, hey, kom nou maar. Ja, heel leuk. Nou jongens, misschien hoor je de herrie op de achtergrond wel, maar... er is hier gewoon live muziek of zo. Alleen het klinkt dus zeg maar voor je mee. Het is zeg maar slaapmuziek. Ik kan mij vast wel zien. Ik sta een beetje in het licht en ik heb mijn ISO op keihoog gezet. Dus we gaan nou even een nightlapse maken op het dak van onze caravan. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het zien. Dus hier komt hij. Yo mensen, we gaan nou, het is nou weer ochtend, we gaan naar het zwembad. Let's go! Het is al 12 uur, we hebben vanochtend Pokémon gespeeld. Tenminste, Pokémon Go of zo. En ja, er was gewoon even een paar nieuwe vangen, want ik had nou een Shiny gevangen of zo, ik weet het ook niet. Die was er ineens. Maar ja, want die hadden we nog niet, dus daarom dachten we, oh snel even dit doen. Maar we hebben ook uitgeslapen. En voor de rest hebben we eigenlijk helemaal niks gedaan. Dus we gaan nu naar het zwembad. Heel mooi. En jullie gaan nou voor het eerst het zwembad zien dus hè. Timo heeft allemaal haast. Want weet ik veel, zo'n klasgenoot of zo van mijn vriendin die zit hier ook op de camping of zo. Kijk toevallig. En nou wil die snel naar hem toe. Maar ik heb geen haast hoor. Let me lay it down into your lap. I would love to drown. I need that story I used to hear to run on and to disappear. I won't lie down and I won't. langs het huisje gegaan, langs de caravan. Even eten en zo. Nou, we gaan weer even terug naar het zwembad, even sleutel terugbrengen, want ons pa en ma zijn er ondertussen ook al. En dan gaan we nog even naar de zee, want de glijbanen zijn nog steeds niet open, ik weet ook niet waarom. En dan in ruil daarvoor gaan we nog wel even wat salto's maken voor jullie. Deze stunts worden uitgevoerd door professionals zoals mij en Timo. Timo, er zit hier gewoon overal krabben onder je voet ook, hè? Ja. Ja, krabben ja. We zijn weer terug. Hey jongen, echt, dit water is zo heet hè, dat gaat er niet meer zitten. Ik ga er dit staan. We zitten te eten en misschien hoor je het gesissel op de achtergrond, maar wij zijn lekker aan het bakplaten jongen. Oh, spullenke. En we hebben genoeg vlees, want die gaat ook nog open waarschijnlijk. En hier hebben we nog, en hier hebben we nog. Dus dat komt mooi op. Nou jongens, we lopen naar het strand toe. Het is ondertussen al 20:30 of zo. En ja, we gaan even kijken of er wat te beleven valt. En ja, we gaan het wel zien hè. Nou mensen, dit was weer de video voor vandaag. Doe even een like en abonneer. Nou, dan checken wij jullie gewoon volgende week bij de nieuwe aflevering. Houdoe!